Vuurwerk. Voor de ene een mooie traditie, voor de ander een gruwel. Maar het onderzoek onder bijna 1500 leden van het NH Nieuwspanel blijkt dat een meerderheid van 54% voor een vuurwerkverbod is. Ik vind dat aardig wat schade voor een beetje plezier van een paar mensen. Er zijn ook landen om ons heen die het niet hebben of op een andere manier vieren. Die vieren het wat meer wat gezamenlijk. Dus het afsteken van vuurwerk per gemeente of zo, dat zie ik wel meer zitten dan zoals we nu bezig zijn. Toch is er ook een grote groep die de vuurwerktraditie in ere wil houden. Zo heeft Jeffrey Beekhoven grootse plannen voor Oudejaarsnacht. Hij verwacht 2 uur lang bezig te zijn en schiet dan voor behoorlijk wat euro's de lucht in. 3000 euro denk ik, ja. Misschien meer. Dan kun je van op vakantie. Ja, maar dat zijn prioriteiten die je stelt. Kijk, de een gaat 5 keer op vakantie. Ik rook niet, ik drink niet. Zo zijn er nog meer hobby's, hè? Dus. Een reden om tegen het afsteken van vuurwerk te zijn die veel wordt genoemd, zijn huisdieren. Kom op. Dit komt puur omdat hij bang is voor vuurwerk. Nu denkt hij gewoon van, ik moet naar buiten, maar stel dat vuurwerk afgestoken wordt, dan is het helemaal paniek. Dan wil hij alleen maar naar huis nog rechtsomkeerd. Danny raakte ooit gewond, toen tijdens het opruimen van vuurwerk plotseling een stuk vlak bij zijn gezicht ontplofte. Ik weet het eigenlijk niet heel veel meer, maar tijdens het scheppen van het troep die op straat lag, was het gewoon boom. Hij liep verschillende verwondingen op, moest naar het ziekenhuis en hield er blijvende gehoorschade aan over. Toch is hij niet tegen vuurwerk. Oud en nieuw komt er weer aan. Hoe ziet het oud en nieuw eruit voor jou? Het wordt feestje. Het wordt lekker wat eten, lekker wat drinken. En daarna hebben we een grote doos met luchtvuurwerk klaar. En dan sluiten we het jaar goed af.